Vrouwen hebben nog steeds hoop op een goede afloop van de zaak. Sinds de vermissing van hun dochter en haar vriendin Chris zijn ze nu voor het eerst naar Panama afgereisd. En één vandaag volgt ze. Alsjeblieft, laat me niet langer van in onzekerheid. En laat alsjeblieft iets van jullie horen. Op de persconferentie met de Panamese media vechten Dini en Peter tegen hun tranen. Radeloos zijn ze. Sinds hun dochter Lisanna zo'n 6 weken geleden samen met haar vriendin Chris spoorloos verdween. Lieve Lisanna en Chris, weet dat wij hier in Panama net zo lang blijven tot jullie gevonden zijn. We wachten net zo lang tot jullie gevonden zijn. En we geven het niet op. Echt niet. Dus heb er vertrouwen in. Wij blijven jullie zoeken. Al duurt het nog maanden. We blijven hier. De Panamese media is massaal opkomen dagen. Ook hier is de mysterieuze verdwijningszaak nog altijd in het nieuws. Op straat weet iedereen meteen wat we bedoelen als we over de Hollandse meisjes beginnen. Y es preocupante la situación, porque ahora son personas, son, a pesar de que no son panameñas, pues sentimos en nuestro corazón que esta muchacha está desaparecida. Más le pedimos a Dios, ¿verdad? Que estén bien y que pronto puedan aparecer. Woensdag 2 april wordt groot alarm geslagen als Lisanna Vroon en Chris Kremers niet terugkeren bij hun gastgezin in Boquete, een bergdorp in het westen van Panama. Een groot bosgebied wordt minutieus uitgekampt. Maar tot grote teleurstelling van de ouders van Chris wordt niets gevonden. Maar we zijn er wel van overtuigd dat als er een spoor zou zijn in de bergen, deze mannen en vrouwen die gevonden zouden hebben. Afgelopen weekend reizen ook Lisanne's ouders, Peter en Dini, vanaf Schiphol naar Panama. Ondersteund door 2 familieleden. Het begin van een lastige reis naar de plek waar hun dochter voor het laatst levend is gezien. Je gaat nu alles een beetje door de ogen van Lisanne bekijken. Dat je denkt van hier is ze echt geweest en wat heeft ze allemaal gezien. En we hebben natuurlijk beelden op tv gezien, maar om het daadwerkelijk te zien, het is echt overweldigend. Natuurlijk is het moeilijk naarmate het langer duurt om geloof te blijven houden. Maar zolang het tegendeel niet is bewezen, blijven er gewoon vanuit gaan dat ze gevonden worden. En dat is waar iedereen ook mee bezig is. En dat houdt ons op de been, hoe zwaar het soms ook is. Het is regentijd in Panama. Meerdere theorieën bestaan erover wat er precies gebeurd kan zijn met de 2 Nederlandse vrouwen. Zijn ze verdwaald op de Pianista, een populair bergpad? Zijn ze bij de verkeerde mensen ingestapt? En hoe is de laatste dag verlopen? We rijden mee met Ingrid Lommers. In haar school volgden de 2 een talencursus. Dit is de meest directe weg naar Pianista. Ze wilde Spaans leren en ze wilde heel graag met kinderen werken. Ze hadden echt zulke goede intenties voor zichzelf en voor de lokale bevolking. En het is zo ongeloofwaardig dat zoiets gebeurd is met 2 meisjes die met zulke goede ideeën hier gekomen zijn. Waarom is dit hun gebeurd? Waarom op dit moment en op deze plaats? Ingrid neemt ons mee naar Casa Pedro. Waarschijnlijk de laatste plaats waar Chris en Lisanne zijn gezien. Eén van de 2 heeft hier gezeten, de andere heeft hier gestaan. En ze waren dus van plan om terug te gaan naar Boquete. En ze hebben hier een tijdje gezeten. De meneer hier van Casa de Pedro, die heeft ze gezien. En op een gegeven moment waren ze weg. Lo que yo creo pues que a lo mejor de aquí la han llevado a otro lugar porque ya nosotros hemos buscado las montañas y no se ha encontrado nada. ¿Y usted piensa en un crimen? Bueno, ojalá que no sea eso, pero fuera que estén vivos, que eso es lo que queremos. Inmiddels zouden er nieuwe signalen zijn over een mogelijke doorbraak in de zaak. Welke dat zijn, wordt niet duidelijk. Het is meer een gerucht wat we gehoord hebben en we willen gewoon alles natrekken om te kijken of geruchten, of we daar een lijntje uit kunnen halen, of die geruchten kloppen. Jan Richter, de broer van Dini, is samen met zijn vrouw meegereisd naar Panama om de ouders van Lisanne te ondersteunen. Jarenlang werkte hij bij de Nederlandse politie, maar in landen zoals Panama, dat weet hij ook, zijn privédetectives nodig om de onderste steen echt boven te krijgen. Op de eerste plaats zijn er de tips die mogelijk binnenkomen via het uitloven van de beloning. De politie pakt die niet aan en dan moet je dus iemand voor hebben die dat in ieder geval wil gaan natrekken. Dat kan dus die privédetectieven doen.
Er zijn ook wel eens tips van bijvoorbeeld paragnosten die misschien waar kunnen zijn. En dan probeer je die te linken aan wat feiten die er zijn. En ja, de politie heeft daar niet altijd de tijd voor om dat goed, zeg maar, te onderzoeken. De beloning voor de gouden tip is inmiddels verhoogd. Dat moet ervoor zorgen dat de van nature wat gesloten Panamezen wat spraakzamer worden. Dan moet er wel binnen 3 weken uitsluitsel zijn over waar de meiden zijn. En dat ze levend en gezond bij ons terugkomen. Ja. Het is omdat het hier gebeurt. Dus we willen gewoon ook heel graag dat het hier in de krant komt. En dat de mensen praten hier al, maar dat het nog groter wordt. Want het moet hier gebeuren. Hier moeten mensen zijn die iets weten. En we willen op die manier proberen mensen van te overtuigen dat ze gewoon contact op moeten nemen. Om tips te geven waar we wat mee kunnen. Wat ik straks al zei, wij zijn voornemens om de komende tijd continu aanwezig te zijn. Of het zijn via de ene familie of via de andere familie. Wij zullen gewoon aanwezig blijven, net zolang tot het opgelost wordt. Wij willen ze niet alleen laten. En de verhoging voor de gouden tip met €10.000 komt voor rekening van Tros Vermist. Dat programma dat zal vanavond ook uitgebreid aandacht besteden aan deze zaak.